De angst die de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog van elkaar hadden, was gebaseerd op hun vijandbeelden van de ander. Een vijandbeeld is een negatieve voorstelling die je hebt van je vijand. In dit filmpje gaan we kijken naar de vijandbeelden die de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie van elkaar hebben. En vervolgens zullen we gaan kijken naar hoe de Verenigde Staten hier politiek gezien op reageren. Dit doen zij door middel van containerpolitiek en de domino-theorie. Eerst het vijandbeeld dat de Sovjet-Unie heeft over de Verenigde Staten en over kapitalisme in het algemeen. Dat vijandbeeld heeft als naam Westers imperialisme. De periode van het modern imperialisme was voorbij. Niet langer overheersten de westerse landen de rest van de wereld politiek gezien. Maar nu proberen ze dat op een andere manier nog steeds te doen, namelijk op economisch gebied. De Amerikanen waren volgens de Russen vooral op uit om overal ter wereld hun handelsbelangen te verdedigen. Overal moest er gehandeld worden met Amerikaanse bedrijven en dat alleen maar zodat de Amerikanen daar heel veel winst aan overhielden en de rest van de wereld onder controle konden houden. De Amerikaanse buitenlandse politiek stond volgens de Sovjet-Unie dan ook alleen maar in het teken van hun eigen Amerikaanse handelsbelangen. De Amerikanen daarentegen dachten juist dat de Russen probeerden om de rest van de wereld te overheersen. Hun vijandbeeld was de communistische wereldrevolutie, zoals die ook door Lenin al geuit was. In 1917 was Rusland communistisch geworden, maar de Amerikanen waren door die woorden van Lenin over de communistische wereldrevolutie hartstikke bang geworden dat de communisten ook de rest van Europa en later zelfs de rest van de wereld communistisch wilden maken en dat zij overal totalitaire regimes wilden vestigen die onder controle stonden van Moskou. En dat zien we bijvoorbeeld op dit plaatje ook heel goed terug. Hier zien we de Russische leider Stalin, die na de Tweede Wereldoorlog probeert om zoveel mogelijk gebieden in Europa onder zijn gezag te krijgen. De Amerikanen waren zo bang dat dit scenario uit zou komen, dat zij besloten om Europa actief te gaan steunen. En dat deden zij door de zogenaamde containerpolitiek, die vanaf 1947 door de Amerikanen ingevoerd werd en die onder andere bedacht werd door president Truman in de zogenaamde Truman-doctrine. Nou, wat houdt die containerpolitiek precies in? To contain betekent om iets in te dammen, om iets tegen te houden. En containmentpolitiek moest dan ook de uitbreiding van het communisme voorkomen. Dat deden ze door middel van het geven van economische en militaire steun aan landen die nog niet communistisch waren, maar die volgens de Amerikanen wel in een soort gevarenzone zaten. En in eerste instantie richtten de Amerikanen hun blik vooral op Europa. Daar werd vanaf 1947 heel veel Marshallhulp aan de Europese landen gegeven. Dat geld konden die landen goed gebruiken om hun economie weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog. En bovendien stationeerden de Amerikanen heel veel militairen in West-Europa. De Marshallhulp werd ook aan Oost-Europa aangeboden, maar die landen die onder controle stonden van de Sovjet-Unie, die mochten die hulp van de Russen niet aannemen. Dus zodoende dat de Amerikanen vooral naar West-Europa gingen kijken en door middel van het geven van geld en door militaire steun wilden zij de uitbreiding van het communisme dus tegengaan. En in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de aandacht van de Amerikanen echt alleen maar gericht op Europa. Totdat er in 1949 een belangrijke gebeurtenis in Azië plaatsvindt. China wordt communistisch. Onder leiding van Mao Zedong grijpen de Chinese communisten de macht. En ineens is er een land met honderden miljoenen inwoners ook communistisch geworden. En de communistische wereld is in één klap gigantisch uitgebreid. Bovendien is net in deze jaren het decolonisatieproces in Zuidoost-Azië flink op gang gekomen. En de nationalistische groeperingen die voor onafhankelijkheid streden in die gebieden, ja, die waren voor een groot deel ook communistisch. En de Chinezen gingen die onafhankelijkheidsstrijders steunen. En toen besloten de Amerikanen dat de containmentpolitiek niet alleen voor Europa moest gelden, maar wereldwijd moest worden toegepast. En dan met name in Zuidoost-Azië. Ook daar moest men landen gaan steunen met geld en met militairen, om op die manier de uitbreiding van het communisme in Azië tegen te gaan. En waar de containmentpolitiek in Europa zeer succesvol was, ging het in Azië een stuk moeizamer. Dat blijkt ook uit de strijd die er in Vietnam bijvoorbeeld plaatsvindt. En de Amerikanen zijn bang dat uiteindelijk heel Zuidoost-Azië communistisch zal worden. En dat dat een vervolg is van die communistische wereldrevolutie. En daarom formuleert president Eisenhower in 1954 de domino-theorie. Die theorie die gaat ervan uit dat als een bepaald gebied communistisch is geworden,
dat dan de gebieden daaromheen ook makkelijker communistisch zouden kunnen worden. En dat wordt op dit plaatje hieronder uitgebeeld. Stel je nou eens voor dat Vietnam voor het communisme zou vallen. Dan zouden daarna de buurlanden Laos en Cambodja aan de beurt zijn. En na die twee landen zou Thailand dan misschien wel communistisch worden. En Burma. En dan misschien wel India en Bangladesh. En de Amerikanen moesten dus koste wat kost voorkomen dat de steen van Vietnam zou vallen. Dat Vietnam communistisch zou worden. En die angst zorgt ervoor dat de Amerikanen zich steeds actiever met Vietnam gaan bemoeien. Maar uiteindelijk is dit dus allemaal een gevolg van het vijandbeeld dat de Amerikanen in eerste instantie hebben. Dat vijandbeeld van die communistische wereldrevolutie.